post. Pieter Post met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Als een klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat voor je klop? Post, kijk gauw op de mat. Met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds. Op de oude dorpsschool vertelt de meester vandaag over vulkanen. Moet je je voorstellen, zei meester, als al dat steen onder de grond gaat bruisen en bubbelen als een kokende pan met soep. Maar dan krijg je toch zeker hete voeten? Wel nee, zei Dick van Driel. Niet als je je laarzen aantrekt. Het was lang voordat laarzen werden uitgevonden, zei meester. De vulkanen maakten onze mooie groene heuvels lang voordat hier mensen waren. Laat staan laarzen. Uit grote gaten in de grond lekte gloeiende lava als smeltende chocolade. Chocola, zei Tom. Ik ben gek op chocola. Nee, het leek op smeltende chocolade. Het lekte naar alle kanten. En het is erg lang geleden. Het was zelfs nog voordat de dinosaurussen kwamen. Maken jullie morgen er maar een mooie tekening van. Tijd om naar huis te gaan. Pieter wachtte bij het hek op zijn zoon. Ah, daar ben je. Hoi, pap. Julian wilde gauw naar huis. Hij had reuzenhonger. Pieter werd uitgezwaaid. Dag, Pieter. Dag. Dag. De volgende ochtend leek het stiller dan anders in het dorp. Pieter ging de post halen. Oh ja, dat zal ik zeker doen. En het is vlak bij de boerderij van Ab van Driel. Lieve tijd. Ja, ja, ik zal het hem zeggen. Tot ziens. Is er iets aan de hand, mevrouw de kok? Oh jee, dat was agent van Cel. Het schijnt dat er een groot diep gat zit midden in de weg, bij de boerderij van Ab van Driel. Hij zegt dat het zo groot is dat er een koe in kan verdwijnen. Oh, ik weet wat dat betekent. Wegversperringen, omleidingen, overal borden, pijlen, paaltjes. Hoe denkt hij dat ik vandaag mijn brieven en pakjes moet bezorgen? Wacht eens, een gat in de grond. Julian had het gisteren over vulkanen en aardbevingen. Ach, Pieter, het is alleen maar een gat in de weg. Nou ja, het zal wel lukken. Tot ziens. Dag, Pieter. Zouden dinosaurussen ook brieven krijgen? En hoe zagen dinosauruskatten eruit? Die aten vast enorme vissen, hè, Smoes? Ab van Driel kwam eraan op zijn trekker en Pieter stopte voor een praatje. Weet jij hoe dat komt, dat gat in de weg?
melk gehad. Niks gezien. Ik heb vanaf de vroege ochtend geploegd. Er zit een flink gat vlak bij jouw boerderij. Agent van Cel heeft de weg afgesloten. Alle mensen, zei Ab. Hoe moet ik nou naar huis? Ik ga maar een spoorshoogte nemen. Dag, Pieter. Dag. Pieter bleef goed opletten. Je wist maar nooit of er nog nieuwe gaten bij waren gekomen. Oh, daar heb je het al. Omleiding. Nu moeten we anders rijden dan we gewend zijn. Ik ken ons agentje met zijn omleidingen. Voor mij betekent het altijd dat ik een heel eind om moet rijden. Hé, wacht. Wat is dat? Oh nee, alweer één. Nu moeten we langs de andere weg terug. Wat? Nog een omleiding? Oh, het houdt niet op. Wel ja, nog eentje. Oh, dit is vreselijk. Ik word duizelig. Dan weer links, dan weer rechts en dan weer links. Ik moet eigenlijk rechtdoor. Misschien als ik eerst naar links ga, maar dat kan niet. Nou, hier dan maar naar rechts. Nu weet ik waar we zijn, Smoes. We zijn terug waar we zijn begonnen. Toen kwam Appa eraan gebufft. Rij maar niet achter mij aan, zei Pieter. Ik ben verdwaald. Als je die borden volgt, dan rijd je in een grote cirkel rond. Niet zo best, zei Ab. Wat komt dat nou ongelegen? Ik moet naar huis. Het eten is klaar. We zetten die rommel gewoon aan de kant. Geen probleem. Pieter reed achter hem aan. Wordt hier al die drukte om gemaakt? Zei Ab. Nou, volgens mij valt het wel mee. Ik heb ze wel groter gezien, zei Pieter. Een prutsgaatje. Ja, goedemiddag. Wat is er hier aan de hand? Opgepast hoor. Ik ruik probleem. Daar heb je agent van Cel. Pardon, heren. De weg is afgesloten. U heeft de borden toch wel gezien? Ik moet uw naam en adres noteren. Hier, houdt u even vast. Doe niet zo flauw, Arthur, zei Pieter. We hebben nog bij elkaar in de klas gezeten. Doet er niet toe. Regels zijn regels. Eens kijken. Hoe schrijf je bekeuring? Hebben jullie toevallig een scherpe potlood? Zo, een lekker vers kopje thee. Oh, dank je wel, Dora, zei Pieter. Daar had ik net zin in. Hebben wij toevallig een puntslijper voor Arthur? Vroeg Ab van Driel. Wacht eens even, Pieter. Als jij dit even vasthoudt. En dan, weet je wat? Geef dat potlood aan haar als jij die kopjes dan neemt. Maar ik heb geen puntslijper, zei Dora. Bekeuring, is dat nou met streepjes ertussen of is het één woord? Maar je zei toch... Ik bracht alleen maar thee. Waar is mijn notitieboekje? Kom, we gaan naar huis. We draaien in cirkeltjes rond, net een omleiding. Daar zeg je wat. Je brengt me op een idee. Ja, als we het verkeer nu eens omleiden over het erf van Ab.
Dan kunnen we misschien... Overal onkruid. Gaten in de grond. Toen Pieter bij mevrouw Bartels kwam, deed ze erg vreemd. Ze wroette met haar stok in de grond. Gevaarlijk hoor. Gaten in de tuin. Oh, goedemorgen Pieter. Goedemorgen mevrouw Bartels. Bent u misschien iets kwijt? Iets kwijt? Nee, ik ben alleen op mijn hoede. Gaten, weet u. Ze komen zomaar in de grond. Agent van Cel heeft mij ingelicht. Oh, maakt u zich daar maar niet druk om. Het is maar een klein gat in de weg. Tot ziens. Dag. Dag. Pieter ging naar baas Klus. Oh, Pieter. Hallo. Er was een pakje voor hem. Sorry, ik ben een beetje laat, zei Pieter. Dat verdraaide gat in de weg. Ik heb een heel eind om moeten rijden. Oh, laat dat maar aan mij over. Ik heb dat gat in een ommezien gevuld. Een zak cement, een beetje grind, een beetje teer. Ah, dat is genoeg. Overgebleven van een karwei in Groenbeek. Ik wist dat het nog van pas zou komen. Je bent geweldig, zei Pieter. Ajus, Pieter. Tot ziens. Pieter was weer op weg. Alle brieven waren bezorgd en dus moest hij terug naar het postkantoor. Maar hij stopte bij Ab van Driel om te zien hoe het ging. Er stonden nieuwe borden. De pijl wees recht naar een akker. Achter het erf van Ab van Driel. En daar stond de wagen van baas Klus. Het lijkt wel een kermis hier, zei Ab. Mijn arme kippetjes. Ze zijn doodsbang, arme dieren. Die leggen voorlopig geen eieren. Daar komt weer iemand. Oh, dat is Bram. Dat bedoel ik dus, Pieter. Het is vreselijk. Ah, het komt wel goed, zei Pieter. Zodra baas Klus dat gat heeft gedicht. Kom maar, rustig aan. Voorzichtig. De thee is klaar, riep Dora vanuit de keukendeur. En verse koekjes, net uit de oven. Dat komt mooi uit, zei baas Klus. Dan kan onderhand de thee drogen. Kom je thee drinken, Arthur? Maar pas op, hè. De thee is nat. Help, help. Oh, niet weggaan. Kom terug, help. Er was iets wat onze agent van Cel tegenhield. Help, kom terug, help. Riep daar iemand om hulp, zei Pieter. Zoekt hij nog steeds naar zijn notitieboekje, zei Ab. Hij is er toch hopelijk niet in gaan staan, hè? Wat doe je met mijn mooie nieuwe teer? Dat is snel drogend spul. Een nieuw soort, weet je. Je moet je laarzen uittrekken en ze hier achterlaten, zei Pieter. Vooruit, agentje. Uit met die laarzen. Schaam je niet. 1, 2, hoppakee. Oeps. Zet hem maar in de kruiwagen, zei Ab van Driel. Rustig een beetje, mijn laarzen. Hoe moet ik nu lopen? Nou ja, dit kan niet hoor. We hebben een nieuw verkeersbord nodig. Zo, gevaar politielaarzen. Voor iedereen duidelijk zichtbaar. Ik hoop dat de thee nog warm is.
met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, Post, kijk gauw op de mat. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Zoals elke ochtend deed Pieter zijn ronde door het dorp. Morgen, Fred. Morgen, Pieter. Goedemorgen, Pieter. Morgen, dokter Geurtsen. Geen post voor u vandaag. Goedemorgen, mevrouw de Kok. Hebt u het druk? Hallo, Pieter. Wacht, ik kom zo bij je. Ik ben even bezig. Oh, dat verdraaide touw. Eén goede raad, mevrouw de Kok. U moet geduld hebben. Als u het eind eenmaal gevonden hebt... Makkelijker gezegd dan gedaan. Er moet toch ergens een eind zitten? Je meent het. Tjongejonge, dat zit behoorlijk in de war. Zo, ik moest maar eens gaan met deze stapel. Succes! Dag! Zal ik het in 100 kleine stukjes knippen? Zo, Smoes. Klaar voor de start? Smoes had lang moeten wachten. Wacht maar, Smoes. We gaan naar Ab. Misschien heeft hij muizen in de schuur. Heb je iets om achteraan te rennen? Pieter en Smoes de Poes, twee dikke vrienden. Samen reden ze over de bochtige weggetjes. Wat is dat? Hou je vast, Smoes. Wat? Touw over de weg? Hoe komt dat nou hier? Zal mevrouw de Kok hier ook al bezig zijn? Ik zal het opwinden voordat iemand erin verstrikt raakt. Moet je nou zien? Het gaat over de muur heen. Smoes kwam een kijkje nemen. Smoes, je wilt zeker spelen, hè? Maar eerst wil ik zien waar dit touwtje naartoe gaat. Het gaat dwars over de weide. Dat moet een erg lang touw zijn. Kom, Smoes. Dit wordt geloof ik een lange wandeling. Er stond een vogelverschrikker op de akker. Het touw hield hij met twee handen vast. Dag, meneer de vogelverschrikker. Oh, eens kijken. Dit is... Dit zit vast. Hoppla. Daar heb ik het. Dat is voor mekaar. Sorry voor het ongemak, meneer de vogelverschrikker. Tot ziens. Alle mensen. Ik loop dwars door de modder. Pieter kwam bij een muurtje. Daar wachtte Smoes op hem.
Hoe lang is dit touw in hemelsnaam? Het muurtje over. Up. Hallo, Smoes. Waar heb jij gezeten? Oh, oh, au, au. Stekels. Overal stekels. Au. Nou ben ik Smoes alweer kwijt. Oh jee, daar ben je. Luister, Smoes, niet steeds weglopen. Even op adem komen. Oh. Is het hier niet prachtig? Waar gaat dat touw helemaal naartoe? Hé, hey, kijk nou eens. Schapen. Een weide vol schapen. De schapen stonden op het touw. Pieter begon te trekken. Willen jullie even stilstaan, zodat ik dit uit de war kan halen? Dag, schapen. Pieter liep verder en bedacht dat dit wel een erg lang touw moest zijn. Toen kwam hij bij een gat in een muur. Het touw ging door het gat heen en daarna een heuvel op naar een dikke, hoge boom. Daar verdween het in de takken en de bladeren. Zo, aan het eind van zo'n lang touw moet wel iets heel bijzonders zitten. Wat zou dat kunnen zijn? Wat hoor ik daar achter die boom? Wel, heb je ooit. Daar hebben we Katie en Tom. Wat doen jullie hier? En waarom zijn jullie zo verdrietig? Onze nieuwe supervlieger, huilde Katie. Boven in de boom, hij zit vast, zei Tom. We krijgen hem niet naar beneden. Pieter trok aan het touw, maar de vlieger kwam niet los. Die zit inderdaad muurvast. Daar heb je Fred. Misschien kan hij helpen. Fred! Fred! Door het geluid van de trekker hoorde Fred Pieter niet roepen. Fred! Fred! Oh, hallo Pieter. De vlieger van Katie en Tom zit vast. Daar, in die hoge boom. En we kunnen er niet bij. Ik dacht, als ik nou eens op jouw trekker ging staan, misschien lukt het dan. Ik wil je graag helpen, Pieter, maar ik denk niet dat mijn trekker hoog genoeg is. Sorry. En ik moet voor donker klaar zijn, dus dag, Pieter. Oh, dag. Toen kwam baas Klus met zijn wagen de hoek om. En hij had een ladder bij zich. Baas Klus! Wacht, wacht. Hallo, baas Klus. Mogen wij je ladder even lenen om een vlieger uit die boom te halen? Ja, maar dan kom ik te laat. Ik moet de plantenkast van dokter Geurtsen repareren voor de vorst haar tomaten bederft. Het duurt echt niet lang. Is dat die tweeling, Katie en Tom? Is dat hun vlieger? Ja, het is hun vlieger. Goed dan. Ik zal eens zien wat ik doen kan. Pak jij hem aan die kant, Pieter? Heb je hem? Ik heb hem. Pieter en baas Klus hadden de ladder snel van de wagen. Draai je maar. En over de muur. Wacht, ik loop naar dat gat in de muur. Oké, Pieter. Hopla. Muurtjes klimmen. Doet me denken aan mijn jonge jaren. Pak hem beet.
Dit was me nooit in mijn eentje gelukt. Nee, zeker niet met zo'n lange ladder. Zo, zet hem maar rechtop. Pas op je vingers. Ga maar eens kijken, Pieter. Ik hou de ladder vast. Voorzichtig, hè? Het is zo voor elkaar. Let maar op. Ga je gang. Het werd een hele klim, want het was een erg hoge boom. Ah, gelukkig. Daar is de vlieger. En Smoes zit er ook. Hoe kom jij hier, Smoes? Kom maar, Smoes. Niet bang zijn. Kom maar. Kijk uit. Och, daar gaat de vlieger. De kinderen juichten. Ze hadden hun vlieger weer terug. Bedankt, Pieter. En Smoes ook bedankt, hoor, riepen ze. De vlieger is los, maar nou zit die arme Smoes vast. Ja, sorry, maar ik moet er vandoor. Dokter Geurtsen vergeeft het me nooit als de vorst haar tomaten bederft. Smoes is in zijn eentje naar boven gekomen, dus naar beneden zal het ook wel lukken. Maak je om Smoes vooral geen zorgen, Pieter. Die zit hier al zo lang op jou te wachten. Asje me nou, heeft die kat vleugels? Vooruit, Katie en Tom, vlug naar huis voor het donker wordt. En hou die vlieger goed vast, hè? Bedankt, Pieter, dag. Wacht, ik help je even met die ladder. Heb je hem vast, Pieter? Ja, ik heb hem. En zo liepen ze samen weer terug met de ladder naar de wagen van baas Klus. Duwen maar, Pieter. Komt-ie. Oké, laat verder maar aan mij over. Bedankt, baas Klus. Succes met de plantenkas. Dag, Pieter. Zo, ben je er weer, Smoes? Jij bent ook overal tegelijk, hè? Baas Klus vertrok weer. Pieter keek hem na en toen ging hij op zoek naar zijn auto. Hij had nog een hele stapel post om rond te brengen. Maar Pieter had een probleem. Alle akkers leken op elkaar. Hij wist niet welke kant hij uit moest. En Smoes, die was alweer verdwenen. Hé, daar komt iemand die ik ken. Het was de schoolmeester. Hallo, Pieter. Mooie dag om te wandelen, nietwaar? Of zoek je misschien je auto? Ja, ik geloof dat ik hem kwijt ben. 3 akkers oversteken. Bij dat modderige stuk ga je naar links. Je bent er in de wip. Het leek veel verder dan de meester had gezegd. Hij kwam bij hem weg. Die kwam Pieter bekend voor. Ah, daar is mijn auto. Veilig en wel. Maar waar is Smoes? Zonder Smoes ga ik niet weg. Ah, ik had het kunnen weten. Die ligt lekker te slapen. En nu snel de post bezorgen. Dan zijn we nog mooi op tijd voor het eten. Hè, Smoes?
Franse poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, Post, kijk gauw op de mat. Met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Het was een prachtige zomerochtend. Pieter had alle post in het dorp al bezorgd. Goedemorgen, dames. Mooi weertje, hè? Zei mevrouw Poelier. De tuin zal ervan opbloeien. Ja, ik geloof dat het hier binnen ook opbloeit, zei Pieter. Zoveel bloemen heb ik nog nooit gezien. Mevrouw de Kok? Bram Boezel kwam binnen. Morgen, Pieter. Hallo, Bram. Nog meer bloemen? Straks is er geen ruimte meer voor de post. Zal ik ze voorlopig hier neerzetten? Bedankt, Bram. Ik heb toch niet te veel gebracht, hoop ik. Oh, Bram, we hebben nog veel meer nodig als we die wedstrijd willen winnen. Geen probleem, hoor. Er is meer dan genoeg. Over welke wedstrijd heeft u het? Maar Pieter, daar heb je toch zeker wel van gehoord? De verkiezing van het mooiste dorp, natuurlijk. Dus we moeten ons best doen. En daarom zet ik dit oude postkantoor vol met bloemen. Ik dacht al, ons dorp heeft er nog nooit zo schitterend uitgezien. Ik dacht dat het door het mooie weer kwam. En de winnaar wordt zeker uitgekozen door een jury. Ja, maar niemand weet precies wanneer die jury komt. Ze komen onverwachts, weet je. Zodat we ons best blijven doen. Nou, tot kijk. Dag, Bram. Zo, bloemen of niet, ik moet maar eens verder met die post. Oh, Pieter, als je bij de Groenhoeve komt om dat pakje te brengen, wil je dan iets voor me meenemen? Weet je, mevrouw Poelier heeft nog wat tonnen en die kan ik dan buiten zetten met bloemen erin. Oké, ik zal het niet vergeten. Trouwens, ik krijg niet eens de kans om het te vergeten. Iedereen is met bloemen bezig. Dag! Oeh, pas op! Hallo, baas Klus, wat doe jij daarboven? Hallo, Pieter. Ik geef die muur een nieuwe likverf. Voor de verkiezing, weet je wel? Prima spul, die nieuwe verf. Is overal geschikt voor. Ja, dat heb ik gemerkt. Zelfs de brievenbus heeft een beurt gehad. Ja, dat spul spettert een beetje. Maar je kan het er zo weer afvegen. De verkiezing van het mooiste dorp? Ze kunnen het beter de verkiezing van het drukste dorp noemen. Oh, mijn wagen. Die heeft een mazelen. Asje me nou, waar komt dat nou vandaan? Dat ziet er inderdaad niet gezond uit. Ik zou er maar eens mee naar de dokter gaan. Nou, het is die verf van jou. Verf nou alleen dat postkantoor, de rest hoef je er echt niet gratis bij te doen. Met een druppie water is hij schoon in een wip. Zet hem straks even bij meneer, dan zal ik hem schoon spuiten. Hai u, Pieter. Dag. We moeten eens gaan. Oh, smoes, jij ook al?
Pas maar op. Als baas Klus het ziet, spuit hij jou ook schoon. Maar Smoes deed het liever zelf. Eerst ging Pieter naar de groenhoeve om de tonnen op te halen. En om mevrouw Poelier het pakje te geven. Toen ze het pakje gekregen had, wees ze naar de schuur. De tonnen staan daar, Pieter. Maar pas op hoor, er groeien hier nogal vreemde planten, weet je. Ja, er stonden hele vreemde planten in de tonnen. Kijk nou. Een giechelende ketigeranium en een tomplant met twee oortjes. Ik zal mevrouw Poelier om een stekje vragen. Lachte Katie. We zijn pratende planten. En we helpen je die tonnen in de wagen te zetten. Eerst deze maar. En dan deze. Katie keek verbaasd naar de vlekken. Heeft jouw wagen waterpokken of zo? Ja, daar lijkt het op. Hij moet nodig naar dokter Baas Klus. Die heeft het juiste recept voor auto's met waterpokken. Tot ziens. Pieter ging verder met zijn ronde. Hij stopte bij baas Klus. Dokter baas Klus doet er een verbandje om. Hallo Pieter. Hallo baas Klus. Ik dacht dat je het vergeten was. Ik moet opschieten. Morgen ga ik op reis. En dan moet ik op tijd zijn voor de trein naar Zomerswijk. Ga je iemand bezoeken? Ik ga naar de bruiloft van mijn nicht Caroline. Baas Klus vertelde dat hij voor zijn vertrek van alles en nog wat moest doen. En ik moet ook nog het dak van mevrouw de Kok repareren, zei hij. Hij zou 2 dagen wegblijven. En met Fred Vos had hij afgesproken dat die hem naar het station zou brengen. Dan kon hij zijn vrachtwagen in het dorp achterlaten. Je weet het maar nooit, zei baas Klus. Als ik hem bij het station neerzet, is hij misschien verdwenen als ik terugkom. En in het dorp kan jij er een beetje op letten. Ja, toch? Goed idee, zei Pieter. Veel plezier op de bruiloft. En bedankt voor het wassen van mijn wagen. Ajus, Pieter. De volgende dag stond het hele dorp chockvol bloemen. In elke straat stonden massa's bakken en potten. En ook de vensterbanken stroomden over van de bloemen. Bloemen waar je maar keek. Elk moment kon de jury arriveren voor de verkiezing van het mooiste dorp. De volgende dag ging bij Pieter thuis de telefoon. Sarah nam op. Hallo. Ja? Oh. Weet u het zeker? Is hij echt van baas Klus? Ja, die herken je uit duizenden. Maar wat doet hij daar? Hij staat daar alleen maar lelijk te zijn. Mijn hemel. En iedereen heeft zijn best gedaan om het dorp mooi te maken. Ik zeg het, Pieter. Hij weet er vast wel iets op. Ja, nu meteen. Ik zeg dat hij moet opschieten. Dag. Pieter. Pieter. Er is iets gebeurd. Wat is er? Baas Klus heeft zijn vrachtwagen midden in het dorp laten staan. De jury kan elk moment komen. Die vieze wagen bederft alles. Al die bloemen, al dat werk. Straks is alles voor niets geweest. Verschrikkelijk. We vragen of hij hem wegzet. Hij werkt natuurlijk aan het dak van mevrouw de Kok. Nee, hij is niet bij mevrouw de Kok. Niemand kan hem vinden. En zijn werkplaats is op slot. Oh, nou weet ik het weer. Hij is naar Zomerswijk, naar de bruiloft van Caroline.
Ik had het je willen vertellen. Hij blijft een paar dagen weg. Ik ga maar eens kijken wat ik kan doen. Succes, Pieter. Dag. Daar stond hij, de vrachtwagen. Fred Vos en de schoolmeester liepen er bezorgd omheen. Ze hadden geprobeerd de wagen weg te duwen, maar het ding kwam niet van zijn plaats. Oh, wat is dat nu jammer. Midden op het plein. Dit moet de jury wel zien. Wat is dat hier? Wat is er aan de hand? Fred Vos en de schoolmeester vertelden agent Van Cel over de jury en de vrachtwagen. Het is hier niet verboden te parkeren, volgens de wet. Ik kan niets ondernemen. Waar is Pieter? Misschien weet hij raad. Pieter was onderweg de majoor tegengekomen. Hij vertelde hem wat er aan de hand was. Ik heb een idee. Ik herinner me iets uit mijn diensttijd. We dekken de wagen toe. We verstoppen hem. Camouflage, zo heet dat. Oké, we beginnen. Ingerukt. Hoort, mars. Ab van Driel kwam helpen met zijn trekker en aanhanger. En Fred Vos laadde de aanhanger vol met planten. Voor elkaar, Ab. Een verzameling bonte kleuren. Karren maar. Iedereen hielp mee. Mevrouw Bartels was er. En Dora van Driel had kleedjes gevonden. Die leken net op gras. Toen kwamen de planten eraan. Goed zo, mensen, riep de majoor. Ga zo door. Eerst moesten de kleppen omlaag. Daarna ging het kunstgras eroverheen. De planten erop. Wat fleurige bloemen. En met een hekje eromheen leek het net een tuin. En al gauw rinkelden de telefoons in het hele dorp. Hallo. Wat? Eerlijk? Mevrouw Bartels, we hebben gewonnen. Gewonnen? Zij u gewonnen? Dus wij zijn het mooiste dorp. De hemel zij geprezen. Wat een geweldig nieuws. Zo, kinderen, onze tonnen hebben geholpen. Ons dorp heeft gewonnen. Hoera! Joepie, ik wist het, ik wist het. Oh, Pieter, wat een geweldig nieuws is dit. Nu komt ons dorp op de voorpagina van de Groenbeekse Courant. Ik hoorde dat de jury vooral een heuveltje erg mooi vond. Een heuveltje vol met bloemen. Ik wist niet dat wij zo'n heuveltje hadden. Dan moet u maar eens gaan kijken voor het weg is. Ja, de juryleden vonden het erg mooi. Zo mooi dat ze telkens terugkwamen. Een dag om nooit te vergeten. Zegt u dat wel? Heeft iemand mijn vrachtwagen gezien? Ik had hem op het plein gezet voor ik naar Zomerswijk ging, maar nu, ik kan hem nergens meer vinden. Interessant geval voor u, agent Van Cel. Baas Klus is zijn wagen kwijt. Nee, niks gehoord over een gestolen wagen. Ik heb alleen iets gehoord over bloemen. Bloemen en planten. Hele massa's. Kan iemand mij vertellen wat er zo grappig is? Je vrachtwagen is een tuintje. Een tuintje geworden, wat een mop.
Britse poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, Post, kijk gauw op de mat. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Daar komt hij aan. Pieter Post onderweg met zijn brieven. Behoedzaam stuurt hij over de bochtige weggetjes. Elke dag opnieuw. Vandaag heeft hij post voor oma Drupsteen. Ben zo terug, Smoes. Ik geloof dat hier geschilderd wordt. Oh, ik weet het wel zeker. Hallo, oma Drupsteen. Goedemorgen, Pieter. Oma Drupsteen stond bovenop een kist. Ze was druk in de weer met een kwast. Ik kan de kwast nauwelijks vasthouden. Het is de reumatiek, hè? U pakt flink aan, zeg. Wat zal het er mooi uitzien als u klaar bent. Ach, Pieter, hou op. Ik breng er niks van terecht. Het plafond moet ook nog en daar kom ik nooit van mijn leven meer bij. Zal ik u helpen? Dan leen ik een stevige ladder van baas Klus. Ik kom na mijn werk wel even langs. Dat plafonnetje heb ik zo voor u klaar. Heeft u nog genoeg verf? Eens even kijken. Hoeveel zit hier nog in? Volgens mij is die leeg. Voorzichtig hoor. Het is smerig spul. Oh! Wat heb je nou gedaan? Kijk toch, je hele broek zit onder. Probeer het eraf te vegen voordat het erin trekt. Zo wordt het alleen maar erger. Ik smeer het uit. Oh, wat erg van je broek. Wat zal Sarah ervan zeggen? Nou zit u daar maar niet over in. Het was mijn eigen schuld. Daar had ik maar beter op moeten passen. Dat zal Sarah ervan zeggen. Ik wip even naar huis om me te verkleden. Gelukkig is dit niet mijn beste broek. Tot vanavond dan. Oh, je bent een schat, Pieter. Rij voorzichtig. Dag, oma Drupsteen. Pieter ging naar huis. Smoes rook iets vreemds en vroeg zich af wat dat was. Al gauw was Pieter thuis.
Wat zou Sarah zeggen? Hallo, is er iemand thuis? Ik ben het. Hey, hallo. Hey, wat kom jij hier doen op dit uur van de dag? En wat is er in hemelsnaam met je broek gebeurd? Het is gewoon een beetje verf. Pieter vertelde over het plafond van oma Drupsteen. Maar je andere broek kun je nu niet aan. Die heb ik gisteren naar de stomerij gebracht. Hij is morgen pas klaar. Wat moet ik dan doen? En die oude broek die je gebruikt om in de tuin te werken, ligt die niet op zolder? Ik zal even kijken. Altijd nog beter dan niks. Sarah ging weer verder met haar eigen werk. Maar toen ze Pieter naar beneden zag komen in zijn oude broek, moest ze wel even lachen. Is dat een korte lange broek of een lange korte broek? Ja, ik heb nu geen tijd meer hoor. Ik moet nog zoveel post... Nou, het moet maar. Succes, Pieter. Dag. Pieter ging weer op weg. Met akelig koude knieën. Smoes snapte er niks van. Pieter met blote knieën. Is het dan nu al zomer, dacht ze. Daar was het huis van mevrouw Bartels. Ze had bloemen geplukt in de tuin. Maar van schrik liet ze de bloemen bijna vallen toen ze Pieter zag. Oh, hemeltje lief Pieter. Wat doe jij in een korte broek? Het is toch nog geen zomer? Dit is geen korte broek, mevrouw Bartels. Het is gewoon mijn oude broek. Het komt door oma Drupsteen, weet u. Ze schildert namelijk haar kamer, maar ze kan niet bij het plafond en... Ik geloof er geen woord van. Beken het maar. Jij doet aan een nieuwe mode. Iedereen doet mee aan de nieuwe mode. Om je dood te lachen. Zei je dat oma Drupsteen aan het schilderen was? Een schilderij, bedoel je? Nee, ze schildert gewoon haar woonkamer. En ik help haar met het plafond. Oh, maar wat heeft dat dan met jouw korte broek te maken? Nou ja, zo kan je nog eens lachen. Zeg, heeft oma Drupsteen nog lakens nodig om de meubels af te dekken? Oh ja, ik denk dat ze er niet veel heeft. Ik heb ze niet gezien. Als jij haar gaat helpen, heeft ze ze zeker nodig. Mannen zijn zulke kliederpotten. Wacht, ik heb nog wel een oud laken. Oh jee, die pijpen zijn inderdaad nogal kort. Misschien heb ik per ongeluk de broek van Julian gepakt. Kijk eens aan. Help een spook. Wat verdraaide laken. Help me dan toch. Maar bent u het, mevrouw Bartels? Natuurlijk ben ik het. Wat een vraag. Oh, sta er nou niet zo. Help me hieruit. Ja, als u zo staat te springen, dan kan ik u niet helpen, hoor. Oh, stom vervelend. Oh, wat een gesukkel. Nou, neem mee dat laken en nou alsjeblieft geen onzin meer over spoken. Pieter was weer op weg. Er stond een koude wind. Dus dat laken kwam goed van pas. Pieter hield er zijn knieën mee warm. Nu kwam hij bij de werkplaats van baas Klus. Maar baas Klus was er niet. Hallo, baas Klus. Is er iemand? De post. Waar kan die zijn? Baas Klus oogste zijn worteltjes. Opeens hoorde hij gestommel in zijn werkplaats. Was daar iemand? Hij vertrouwde het niet. Je wist het maar nooit. Het kon een inbreker zijn.
Baas Klus sloop stilletjes dichterbij. Stop! Oh, help, baas Klus. Sorry, ik dacht dat je een inbreker was. Maar nou zie ik het, jij bent het. Inbreker? Tegenwoordig ben ik schilder. Ik heb oma Drupsteen beloofd haar plafond te schilderen. Kan ik van jou misschien een ladder lenen? Ik heb nog wel een betere. Maar ik kom je wel helpen. Doe je het nog voor je op vakantie gaat? Vakantie? Hoe kom je daar nou bij? Nou, door die hippe broek staat je beeldig. Tot ziens. Ajus, Pieter. Tot vanavond bij oma Drupsteen. Ik neem die ladder mee, hè? 7 uur. Pieter vertrok. Naar de boerderij van Ab van Driel. Dora was bezig het erf op te ruimen. Hé, daar is Pieter. Wat zal hij vandaag komen brengen? Vandaag een heleboel brieven, Dora. Wat is iedereen druk vandaag? Zal het voorjaar wel zijn? Jij bent aan de schoonmaak en oma Drupsteen is haar kamer aan het schilderen? Ik hoop maar dat ze genoeg verf heeft. Je hebt altijd dubbel zoveel nodig als je denkt. Ja, waarschijnlijk komt ze tekort. Nou, net zo tekort als je broek? Nou, dat is een ander verhaal. We hebben genoeg verf in de schuur. Er is hier altijd wel iets wat geverfd moet worden. We hebben vast wel een pot over voor oma Drupsteen. Pas op hoor, voor die gekke kippen van ons, die zitten overal. Oeps, het is hier donker. Zal ze deze potten bedoelen? Ze staan op een plank. Kun je ze vinden? Het is hier een beetje donker. Oh, help! Een vliegende verfpot. Oeh. Ik wacht buiten. Lukt het met die kippen? Oh, wat zie jij er mooi uit. Die veertjes staan je goed. Ze passen prima bij je korte broek. Nou, het is tijd om naar huis te gaan. Bij oma Drupsteen was het die avond een gezellige drukte. Zo, dit plekje nog. Het wordt als nieuw. Ik geloof dat we klaar zijn. Oogverblindend zo wit. Nu heb ik een verrassing voor jullie. Dat laken kan weg nu. Kom even zitten en bewonder uw mooie witte plafond. Oh, het is prachtig, werkelijk waar. Dit had ik nooit in mijn eentje gekund. Jullie zijn schatten. Hé, kijk nou. Ik heb nog een potje verf gevonden. Je moet goed roeren, anders droogt het uit. Als dit een potje verf is, ben ik een geranium. Het is een cake. Een verrassing om jullie alle twee hartelijk te bedanken. Dat is de beste potverf die ik ooit gezien heb. En je kan hem niet leeggieten over je broek.